atleten om hier naar voren te komen. De volgende dames op de eerste plaats Jenny de Groot, op de tweede plaats Ria Buiten en op de derde plaats Regina van Heden om hier naar voren te komen. Deze dames nemen even plaats dus achter het podium. De burgemeester die gaat dan de medaille halen die daarbij hoort bij deze eerste plaats. En die wordt dan ook omgehangen om deze fantastische atlete die dus gepresteerd heeft met een afstand van wel 204 kilometer en 75 meter. Daarvoor ook nog een applaus. Een prachtige tweede plaats hebben we kunnen zien na wat moeilijkheden midden in de nacht. Maar toch dapper volgehouden. Dan heb ik het over niemand minder dan Ria Buiten van Atletiekvereniging Veteranen Nederland. Deze volhoudster die presteerde toch ondanks wat pijn in de nacht om door te lopen en tenslotte een afstand af te leggen van 168 kilometer en 200 meter. En op de derde plaats gaan we hier zien op het podium niemand minder dan Regina van Genen van GVC, GVAC en dat is uit Veldhoven. En die, die krijgt uiteraard ook de medaille omgehangen voor de derde plaats, de bronzen medaille dus. En een applaus natuurlijk dat ook de medailles worden omgehangen. Regina die presteerde net dus om die 24 uur af te leggen, 149 kilometer en 119 meter. Daarvoor ook nogmaals een applaus voor deze drie dames. Nogmaals dames en heren, vraag u officiële aandacht voor de uitslag, de prijsuitreiking van de Nederlandse kampioenschappen 24-uursloop 2008 hier in Steenbergen. En graag naar voren te komen hier, dan gaan we hier op het podium zetten en ook de medailles omhangen. Op de eerste plaats is geëindigd Jan Albert Lanting, ik weet niet als hij al van de massagetafel af is, hij had dat kramplak op die aan. Op Heverietveld graag naar voren en u komt bij. Peter Rietveld en Umboldijk, als die ook graag naar voren komen. Liever op plaatsen nemen achter het podium in de juiste volgorde. Om Umboldijk om daar plaats te nemen op het podium en verdiend applaus te ontvangen. En Umboldijk, die zijn wedstrijd fantastisch goed heeft ingedeeld, die sloeg toe in het laatste deel van de wedstrijd en passeerde dus de voormalige derde plaats. De man die ook vorig jaar derde is werd, die passeerde.
Oké, okay, ja, ik word eventjes aan mijn mouw getikt. Hebben dus geen vijf deelnemers hier. En misschien ligt er nog iemand op de massagetafel. Van Atletica, 84 uitkomst. En mede door zijn, ga jij ook de prijzen krijgen? Tony, Rodriguez, die dus...